Goedendag, welkom bij Ochtend met Jezus. Wat mooi dat je weer kijkt, wat mooi om zo weer verbonden te zijn. Wat mooi om samen ook weer uit de Bijbel te mogen lezen en gaan nadenken over Gods Woord. Dat is niet vanzelfsprekend, daar hebben we Gods hulp bij nodig. Zullen we daarom bidden. Heer onze God, Hemelse Vader, dank u wel voor het geweldige geschenk van uw Woord dat u ons gegeven hebt. Uw Woord dat ons telkens weer aanspreekt. Soms heel direct en dan kunnen we er wat mee. En soms is het goed om uitleg te krijgen bij uw woorden. Wilt u geven dat nu we uw Bijbel openen en uw woorden gaan beluisteren, dat het onze woorden mogen worden. Dat ze heel dichtbij komen. En dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We zijn al een tijdje bezig met het volgen van het evangelie zoals Marcus dat opgeschreven heeft. En daar gaan we vandaag mee verder. We waren gebleven in hoofdstuk 11 vanaf vers 27. Ik lees een gedeelte voor en eh, dan hebben we het nog even over. Jezus en zijn leerlingen kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe en vroegen hem. Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen? Jezus antwoordde: Ik zal u een vraag stellen. Als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van de mensen? Antwoord mij. Ze overlegden met elkaar. Als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen, maar waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, wat dan? Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus, we weten het niet. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Het gaat in het stukje over bevoegdheid. Wie heeft wat te zeggen? En hoe komt dat eigenlijk dat, uh, dat je gezag hebt? Komt dat van God? Wordt dat door mensen gegeven? En daar wordt hiermee gespeeld. Want de uh, farizeeën en de schriftgeleerden, de Joodse leiders, die vonden het maar niks wat Jezus allemaal vertelde. Dat hij zei, ik ben de zoon van God. Door mij komt redding. Ik zal zorgen dat je in Gods hemelse koninkrijk welkom bent. Want de Joodse leiders zeiden van: wie is die Jezus eigenlijk, dat hij dat zomaar mag zeggen? En daarom stellen ze hem de vraag: waar komt die bevoegdheid vandaan? Is dat nou van de hemel, van God dus, of van mensen? Maar Jezus heeft, uh, heeft ze wel door en stelt ze een strikvraag. En die Johannes dan, als je het van mij wil weten, ja, dan wil ik het wel weten van die Johannes. Was dat nou van de hemel, van God dus, of van de mensen? En ze komen er niet uit, want ja, ze, ze willen niet zeggen van God, want ze geloofden niet in wat Johannes zei. Maar ze kunnen ook niet zeggen van mensen, omdat iedereen Johannes voor een profeet hield. Die vraag. Welke bevoegdheid heeft de Bijbel? Heeft het geloof? Heeft het verhaal van Jezus eigenlijk? Dat is een vraag van alle tijden. Een vraag waar we misschien zelf ook wel mee worstelen. Hoe weten we nou dat dit echt waar is? Het zijn maar woorden op papier, het zijn maar verhalen die aan ons overgeleverd worden. En toch, we mogen geloven, dit zijn Gods eigen woorden. Woorden speciaal voor jou, speciaal voor mij, speciaal voor ons allemaal geschreven. Jezus is er niet zomaar. Hij is werkelijk Gods zoon. Hij heeft van God de bevoegdheid gekregen om, om wonderdaden te doen, om ons de belofte te geven: Je bent welkom in mijn hemelse koninkrijk. Weet dat ik van je houd. En dat is een ongelooflijk geschenk. En wij hebben de keuze. Zien wij dat als woorden van God die God werkelijk aan ons gegeven heeft? Of zien we dit zomaar als menselijke woorden? Ik denk dat het goed is om je die vraag te stellen. En ik hoop dat je erachter komt telkens weer: nee, dit zijn Gods woorden. Het is niet zomaar een menselijk verhaal. En dan je verantwoordelijkheden in je eigen leven. Naar wie luister je? Luister je naar het woord van God of luister je naar wat mensen zeggen? Natuurlijk, we moeten ons houden aan wat uh, voor regels en uh, gebruiken er zijn in ons land. We moeten ons aan de wetten houden, wetten door mensen gemaakt. Uh, we moeten vertrouwen op de mensen om ons heen. Zo werkt het leven, zo werkt een samenleving. Maar onze uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij God. Daar kan het soms best wel eens een, een, een spanning geven, een wrijving geven. Want doe je mee met het maatschappelijke leven dat 24-7 doorgaat? Of zeg je bijvoorbeeld, wat iedereen ook doet, ik hou de, de rustdag, de zondag apart. Dan uh, uh, ga ik niet winkelen. Dan ga ik geen andere dingen doen. Die dag heeft God ons gegeven als rustdag om Hem te eren. De wereld zegt, doe met ons mee. God zegt, denk om je rust, je hebt het nodig. Nou, dat is maar één voorbeeld van hoe de verantwoordelijkheid uh, tegenover God en de verantwoordelijkheid tegenover mensen kan zijn. Denk eens bij jezelf na. Waar liggen mijn verantwoordelijkheden? Wie heeft bevoegdheid om mij aan te sturen? Zijn dat de mensen? Of is dat misschien God? En ik hoop dat in je dagelijks leven het helemaal niet zo heel vaak tegenover elkaar komt te staan. Want wat God met ons voor heeft, is het goede. En als we het goede doen wat God ons geeft, dan zijn we niet alleen goed bezig voor onszelf, goed bezig voor God maar ook goed voor de mensen om ons heen. Terug naar Jezus. Jezus die hier in gesprek is. En elke keer weer merken we in het evangelie, Jezus wordt uitgedaagd, uitgedaagd om foute antwoorden te geven. Er worden strikvragen aan hem gesteld. Nou, misschien herkennen we dat gevoel, dat er strikvragen aan ons gesteld worden. Want dat geloof... En Jezus, geloof je dat nou nog echt? Dat kan toch niet? Er gebeuren zoveel uh, wondertekenen, het lopen op water, ik noem maar een voorbeeld, water in wijn veranderen, dat kan toch niet echt waar zijn? Geloof je dat nou echt? En als zo'n strikvraagje gesteld wordt, hoop ik dat je je niet uit de tent laat lokken door uh, rare antwoorden te geven, maar door te kijken hoe heeft Jezus dit opgelost? Hij gaf eigenlijk geen vraag. Hij vertrouwde op zijn God, op God zijn Vader. Daar ligt de uiteindelijke bevoegdheid. God zorgt wel voor mij. God weet wel wat ik moet antwoorden. En die wijsheid die Jezus hier heeft door het voorbeeld te geven. En, en Johannes dan? Kwam die van de hemel of van de mensen? Ik wens je toe dat je ook in moeilijke dilemma's, als je moet kiezen tussen de wereld en God. Van God die wijsheid krijgt om te weten: Mijn hart ligt bij God. Want God houdt van mij. En dat mag je sturen in je dagelijks leven. En daar wens ik je heel veel wijsheid en vooral Gods zegen bij toe. De volgende keer lezen we verder uit het Marcus-Evangelie en horen we meer wijze woorden van Jezus. Ik zie je, je graag dan weer. Tot ziens. Música